Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Ik ben ietsjes vroeger, geloof ik. Maar ik ga even weer alles klaarzetten en dan kunnen jullie allemaal gezellig meekijken. Ik ga even weer alles opzoeken. En ik zal eventjes dit bericht ook gaan delen in onze nieuwe groep. Ik heb speciaal voor mijn nieuwe collectie die ik vanavond laat zien, heb ik ook een groep opgericht, de Janine's Mindful Art Inspiration Group. En dat is een groep waar je dus zelf je eigen creaties met mijn nieuwe lijn kunt gaan showen. Dus ik wil niet alles binnen Hobby Vision houden. Die groep wat ik extra heb gemaakt, dat is een groep waar ik dus gewoon onafhankelijk in ga. En dus niet alleen reclame gaan maken voor Hobby Vision, maar ook andere winkeliers kunnen daarin meekletsen, meekijken qua voorbeelden. Ik wil een klein beetje dit los gaan zien van Hobby Vision, omdat deze lijn gewoon overal te verkrijgen is. Nou, welkom iedereen die er nog bij komt. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben vanavond rete zenuwachtig voor deze uitzending. Ik had ook wat willen knutselen, maar volgens mij zit ik helemaal een beetje vast. Want, een nieuwe lijn. Helemaal spannend. Ik vind het echt super gaaf. Ik ben dus in contact gekomen met Studio Light. En hoe het precies is gelopen, weet ik helemaal niet meer. Maar dit was in ieder geval een unieke kans die op mijn pad is gekomen. En voor mij is dit echt een lichtpuntje en een puntje om door te vechten en door te gaan. En ik ben gewoon, eigenlijk gewoon stil ervan dat dit allemaal gelukt is. Ben ik een ontwerpster? Nee, absoluut niet. Ik wil dan ook in ieder geval de hele team van Studio Light ontzettend bedanken voor deze kans. Maar ik wil met name Sander en Anne van Studio Light het meeste bedanken. Want met hun heb ik gewoon zo'n goede samenwerking. Ik geef mijn wensen door en hun maken de creatie of ontwerpen de rest, zeg maar. Dus ik geef een moodboard door. Ik geef door van wat voor standjes, wat voor artikelen ik graag wil. En hun maken dan wat van. Maar ja, qua gezondheid lukt mij het gewoon niet om dingen te gaan ontwerpen. En op deze manier ging het gewoon zo fijn en de klik is gewoon zo goed. En ze komen elke keer, nemen ze de moeite om naar mij te komen, omdat ik daar niet naartoe kan. Dus het is echt helemaal top. Ik ben er ook helemaal blij mee en ik ga jullie nu stap voor stap gewoon laten zien wat er allemaal in de collectie zit. En ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vinden. Ja, ik ben super blij en super dankbaar en echt, jullie kunnen je niet voorstellen hoe blij ik hiervan word en ook van de creaties die ik nu inmiddels al heb gezien van de designteamleden en alles. Dit sleept mij er doorheen en hier word ik gewoon zo blij van. Dit, ja, ik kan het gewoon niet onder woorden brengen, laten we het zo zeggen. Nou, nog even een laatste slokje thee en dan ga ik gezellig van start om alles te laten zien. Ik heb voorbeelden bij me, die laat ik ook zien. Mocht je trouwens deze artikelen in het echt willen zien, vanaf vrijdag is het in elke hobbywinkel te verkrijgen. Heeft je lokale hobbywinkel het niet in het assortiment, vraag gewoon of ze het kunnen bestellen, want iedereen kan dit bestellen. En aanstaande zaterdag hebben wij een hele grote demodag in onze winkel. En dan ben ik dus ook aanwezig. Ik kan er niet de hele dag bij zijn. En ik heb ook nog helemaal geen flauw idee hoe ik het zaterdag allemaal moet gaan doen. Maar ik ben er in ieder geval van 11 tot 1. En van 2:30 tot 3:30. Dus dat zijn de twee tijden dat ik aanwezig ben. De andere dames zijn gewoon de hele dag aanwezig en mijn voorbeelden blijven ook gewoon staan. Nou, ik ga van start
gebakje heb ik er niet bij, helaas. Die moet je er maar gewoon even bij denken. Ik ga van start en ik ga ergens beginnen. Ik had hiermee ook een totaal andere planning bedacht van hoe ik dit wilde gaan lanceren. Maar ja, mijn leven is gewoon niet te plannen. En ook dit liep weer totaal anders dan ik wilde. En nou ja, het zij zo. Dus ik begin gewoon ergens. Je moet gewoon starten. Nou, wat zit er in de collectie? Er zitten in ieder geval scrapvellen in. Dit is eigenlijk gewoon net als de basis bij Studio Light. Hebben ze altijd scrapvellen, designpapier. Nou, dit is een hele mooie met wat vlinders erbij. En aan de achterkant een hele mooie met een klok. Nou, voor mij is een klok gewoon heel erg belangrijk geworden qua tijd. Omdat, ja, ik moet eigenlijk per dag moet ik in 5 uurtjes alles doen. Inclusief revalidatie en alle dingen. Dus ik kom elke dag tijd tekort. Elke dag een gevecht tegen de tijd. Dus vandaar de klok. Nou, een hele mooie deur. Nou, voor mij gaan er nu weer nieuwe deuren open. Voor mij voelt dit als een soort compleet nieuwe start. Een nieuwe weg ben ik ingeslagen. Er zijn deuren open gegaan. En ja, een deur is voor mij gewoon heel belangrijk. Nou, sleutels en een slot. Ja, eigenlijk zoek ik de sleutel naar mijn hart om weer verder te gaan. Ik wil gewoon nu vanuit mijn hart gaan werken. Mijn benen die werken niet meer. Of tenminste niet meer. Niet zoals ze moeten. Mijn hoofd, hart en handen werken nog wel. Dus vandaar dat wil ik een beetje gaan laten zien in deze lijn. Is het mindful art? Wat versta je daaronder? Nou, dat kan je gewoon helemaal zelf invullen. Voor mij is mindful art gewoon tijd nemen voor mijzelf. Dat is bewust aan het knutselen gaan. Ik heb ook bewust een stenen muur. Want ik bots elke keer weer tegen een muur op waar ik doorheen moet. En dat is voor mij gewoon symbolisch. Muziek is voor mij ook heel erg belangrijk. Muziek word ik rustig van. Ik wil het piano spelen weer op gaan pakken als ik langer kan zitten. Dus ja, muziek is voor mij belangrijk. Cadens kan je ook zeker verwerken op een kaart met designpapier. Dat gaan we ook nog doen. Nou, een hele mooie met bloemen erbij. En ik kan jullie ook een voorbeeld laten zien. Dan moet ik eventjes een stukje heen en weer schuiven. Dit is namelijk al een scrappagina die ik gemaakt heb met mijn nieuwe lijn. Dus Mindful Art kan allerlei soorten designs. Ook zie dat mijn beeld even vastloopt. Je kunt deze lijn overal voor inzetten. Het kan voor mixed media. Het kan voor scrap layouts dus. Het kan voor kaartjes maken. Gebruik hem op je eigen manier. Ik zal hem even iets dichter in beeld houden. Ik heb bij deze bijvoorbeeld, dit is ook weer een hele persoonlijke pagina geworden. Ik heb bij deze een oude foto van mij. Dat is uit een fotoreportage met mijn ex. En wat heb ik gedaan? Ik heb zijn gedeelte eraf gehaald. Ik ga nu alleen verder. Ik heb hier een stukje ingescheurd. Want er is een stuk uit mijn leven uitgescheurd. Dat is weer opgevuld met iets anders. Kijk, en zo werk ik dus symbolisch. Dat een creatie echt vanuit mijn hart gemaakt wordt. En ja, je moet in jezelf geloven. En alles wat je doet, moet je met je hart doen. Gewoon vanuit passie. En dat probeer ik dus te verwoorden in mijn creaties. En dat wil ik jullie eigenlijk gaandeweg een beetje gaan leren. Voor degene die er interesse in hebben. Ga ik alleen hiermee verder? Nee, absoluut niet. Ik blijf alle soorten kaarten maken. En allerlei soorten art. Want ik ben gewoon een creatief brein. Het creatieve wat steeds meer ontwikkeld. En ik doe nu gewoon wat ik leuk vind. Nou, er zitten ook A4 velletjes bij. Die passen dus weer ontzettend goed bij de rest. Nou, bingo kaartjes, dat vind ik gewoon super leuk.
Er zitten vlinders bij. Hele mooie bloemen. Een iets donkere pagina om weer te combineren met de andere. Met een hele mooie lichte er weer bij. En één met hele mooie bloemen. Nou, hier heb ik helaas nog geen voorbeeld van. Had ik willen maken. Maar helaas. Nee. Ik wil zeggen, heb ik wel, maar heb ik toch niet. Komt straks een ander voorbeeld. Dan zitten daarbij twee peperpetjes. De peperpetjes die kunnen natuurlijk ook niet ontbreken. Nou, net zoals altijd zitten daarin dus ook 36 vel. 15 bij 15 centimeter. 9 patronen en het is 170 grams. Nou, kun je zaterdag niet komen. De lijn ligt gewoon vanaf eind deze week in alle hobbywinkels. Dus je kunt het ook later bij ons nog bekijken of bij je eigen hobbywinkel. Kijk, dit zijn de designs in het peperpetje. Oh, zit er nog eentje tussen. Deze vind ik zelf ook heel erg mooi. En daar hoef je eigenlijk niet eens zo heel veel mee bij te doen. Je kan er wat bloemetjes op doen, een leuke quote erop zetten en je bent eigenlijk al bijna klaar. Lucia de Jong, daarvoor zul je even naar de winkel moeten mailen. Ik ben zelf niet veel in de winkel, dus daar bemoei ik mij helaas niet mee. Desnoods even bellen naar de winkel. Deze vind ik zelf ook heel erg mooi. Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal mooi. Nou, ik weet niet of ik vanavond red om een kaart te gaan maken. Het is nu zo druk voor aanstaande zaterdag. En er zijn wat andere dingen vandaag wat even prioriteit hadden voor mij. En ik weet niet of ik straks nog, nadat ik deze lijn heb geshowt, of ik er aan toe kom om te gaan starten met de kaart. Maar anders dan laat ik die zeer zeker binnenkort... Ga ik er wat mee maken. Ik laat zo meteen wel wat voorbeeldkaartjes even zien. En ik zal vanaf nu ook weer wat meer op social media aanwezig zijn. Maar dat betekent niet dat ik op alle berichten ook ga reageren. Want inmiddels, ja, ik heb natuurlijk een hele grote vriendenkring opgebouwd. En het lukt mij gewoon qua gezondheid niet om alles bij te houden. Dus reageer ik ergens niet op. Sorry, het spijt me, maar het lukt me echt niet. Hoe graag ik ook zou willen. Ook op privéberichtjes reageer ik niet, want die heb ik gewoon gesloten. Voor mij staat revalidatie en nu weer opbouwen voor mij op nummer 1. Nou, ik heb dit kaartje dus ook gemaakt met het peperpetje. En de losse die cuts. Op het peperpetje kan je ook nog weer gaan stempelen. Ik heb hiervoor de basis een ticketmal van Studio Light gebruikt. Nou, de tekststickers erbij. Dat is dus de eerste kaart. Ik pak even de andere erbij. Want ik had ook veel meer voorbeelden willen laten zien. Maar ja, komt allemaal de komende tijd. En ik denk dat ik gewoon regelmatig wat live met jullie ga maken. Dit is ook weer een kaartje. Ik heb hier extra een standsmalletje van Studio Light bijgebruikt van een honingraadje. En ik heb nog een blaadje erbij gedaan. Dus je kunt het combineren met alles wat je wil. Combineer gewoon lijnen met elkaar. Nou, deze die cuts zitten allemaal in het die cut boekje. Die laat ik zo meteen nog even zien. Nou, hier ook een tekst bij van collect moments, not things. Every day is special. Nou, dat zijn voor mij dus ook dingen om belangrijk of ja, om te verwerken, zeg maar. Voor mij is geld niet belangrijk. Voor mij is alleen gezondheid belangrijk. En ik geniet gewoon echt van de kleine dingen in het leven. En dat soort teksten vind ik gewoon leuk om weer te verwerken. Nou, deze bijvoorbeeld ook van Be Original, Follow Your Heart. Nou, hierop heb ik ook een standsmalletje gebruikt. Dat standsmalletje laat ik zo meteen nog eventjes zien. En ook hierop weer de die cuts. Nou, hieronder Beautiful.
beautiful. Dus een beetje zo'n woordspeling. En bij deze heb ik bijvoorbeeld de binnenkant ook weer beplakt. Hier zit dan een lintje. Nou, op de achtergrond, dit was gewoon designpapier. Daarop kun je ook met de mask stencils gaan werken. Ik heb er nog wat met cadenspasta op gewerkt. Nou, een tekstje er weer bij op. Hier heb ik de hele leuke ticket gedaan. En deze keer heb ik de nummers opgestempeld. En deze nummers waren die dag voor mij heel belangrijk. Dus die nummers heb ik erop gestempeld. En ook al ga ik dit kaartje versturen naar iemand. Voor mij is het gewoon, ik heb mijn, mijn hart en ziel erin gelegd, zeg maar. Ik was die dag was ik gewoon daarmee bezig in mijn hoofd. En dat moet er dan gewoon uit. Dus je kan dat op allerlei manieren gaan doen. Ook hier bijvoorbeeld de tekst van focus on what's important. En de achterkant heb ik verder, heb ik niet zo heel veel opgedaan. Gewoon even een stukje uit mijn designpapiertje. Nog even met een mask stenciltje gedaan. Hoe maakt u die losse lettertjes in het zwart? Deze zal ik zo laten zien, want die zitten in het stickerboekje. En die komt zo tevoorschijn. Dat kan ik ook wel gelijk laten zien. Er zit namelijk een heel leuk stickerboekje bij. En daar ben ik heel blij mee. Er zitten 20 velletjes in en het is een stickervel op A6 formaat. En hier zitten dus al die leuke quotes in. Bijvoorbeeld give yourself a pep talk, do more with less, make the most of today. Ze zitten er allemaal twee keer in. Nou, deze bijvoorbeeld rise above the storm and you will find the sunshine. Start each day with a grateful heart. Dream it and do it. Dat is voor mij ook gewoon een hele mooie tekst. Want ja, voor mij komen nu gewoon dromen uit. Dit is gewoon weer een nieuwe start, zeg maar. En ja, ik kijk er zo naar uit hoe ik het allemaal ga doen. Echt geen flauw idee. Kom tijd, kom raad. Maar ik heb nu een droom en hij komt uit. En we doen het gewoon en we zien wel. Ik heb gewoon veel hulp nodig en dat komt allemaal vanzelf. Nou, die Be Original, dat heb ik ook. Dat heb ik ook heel bewust gedaan, Be Original. Ik ben ook ondertussen een andere knutselaar geworden. Ik kan niet meer in hokjes denken. Ik ga gewoon mijn hart volgen. Heb ik de ene dag hier zin in, doe ik dit. Heb ik de andere dag daar zin in, doe ik dat. Ik kan niet alleen mixed media doen. Nee, ik wil gewone kaartjes maken. Ik wil een tag kunnen maken. Ik wil home deco kunnen maken. En dat wil ik met deze lijn dus ook van volg je hart. Kijk niet naar wat iedereen massaal doet. Ga gewoon je gevoel volgen waar jij die dag zin in hebt. Echt, dat werkt gewoon zoveel fijner. En kijk ook niet naar wat anderen kunnen of wat anderen maken. Kijk gewoon naar wat jij zelf kunt en waar jij zin in hebt. In de hobby zijn gewoon geen regels. Ik heb ze tenminste nog niet gezien. En leg de drempel voor jezelf gewoon niet zo hoog. Het hoeft niet perfect. En dat is wat ik zelf dus ook gewoon moet leren. Ik ben zelf ook nog echt lerende in dat proces. Maar het komt uiteindelijk wel goed. Er zitten ook kleinere tekstjes bij. Want dit zijn natuurlijk wel iets grotere teksten. Die passen niet op alle kaartjes. Dus er zitten ook kleinere tekstjes bij. En die zijn er zowel in het wit als in het zwart. Want niet op alle kaartjes is wit natuurlijk of zwart natuurlijk leuk. Dus er zitten een paar witte bij. En we hebben wat losse lettertjes. Zodat je zelf nog weer woorden kunt gaan doen. Nou, er is echt, ja, echt vanuit het diepst van mijn hart wil ik jullie echt allemaal bedanken. Hoe onwijs veel dit al in de pre-order is besteld. Daarvoor maakt mijn hart echt een sprongetje. Want dit had ik niet durven dromen dat er zoveel mensen dit al gelijk in de pre-order besteld hebben.
Het is natuurlijk een nieuwe stap, een nieuwe uitdaging. En dat dat zo goed wordt ontvangen, ja, voor mij is het bizar. Nou, dit zijn de die-cut boekjes. Daar zitten dus hele leuke die-cuts allemaal in. Vlinders zijn voor mij heel belangrijk. Dus die komen er veel in voor. Dan zijn er nog wat bloemen en blaadjes in dezelfde kleuren als het paperpad, zeg maar. Nou, ik vond die vogel ook super tof. En er zit bijvoorbeeld een stukje washi, ja, tape bij. Nou, weer vlinders, wat tekstjes erbij. En deze elementjes die heb ik dus ook gewoon allemaal al gebruikt op de kaarten. Die kan je gewoon lekker allemaal op gaan bouwen. Oh ja, mocht je aanstaande zaterdag niet naar de winkel kunnen komen, om 11:30 ga ik nogmaals een keer live. En die live die zal dan vanaf mijn demotafel zijn. Dus dan ben ik zelf ook in beeld. Ik had eigenlijk deze uitzending ook gepland met dat ik zelf in beeld zou zijn. Maar het liep allemaal anders en ik heb geen tijd gehad om daarmee te gaan oefenen. Want ik moet dan een andere stellage hebben. Ik heb hulp nodig. En het kwam gewoon niet uit. Dus toen had ik bedacht, weet je wat? Ik ben natuurlijk woensdag of zaterdag in de winkel. We gaan gewoon live vanaf mijn demotafel. Kunnen jullie meekijken? Dat wordt op de pagina, dus op de bedrijfspagina. En dan kunnen jullie om 11:30 even live meekijken. Dan laten wij ook een sneak zien van de rest. Dus kun je niet naar de demodag komen, dan kan je toch nog een klein beetje meekijken. Nou, dit was zeg maar het eerste boekje. Die heeft 180 peperelementen. Dus dat zijn heel wat verschillende elementjes. En deze heeft er 130. Nou, dat komt gewoon door de grootte van de elementjes. Hier zitten bijvoorbeeld weer allerlei andere dingen in, zoals tickets, strikjes ter decoratie. Nou, ook weer een slot en boeken. Nou, boeken zijn voor mij ook heel belangrijk, want boeken lees ik sinds een tijdje ook weer heel veel. En ja, dat geeft me ook weer rust. Ik kon nooit rust vinden in boeken lezen. Ik ging altijd maar door, alleen voor de winkel en werken en mezelf verstoppen. En ik kan nu gewoon lekker ontspannen met een boekje. Ja, in mijn relaxstoel zitten, liggen. En ja, ik ben daar gewoon helemaal blij mee. Dus dat boeken moeten voor mij weer terugkomen. Nou, de bingo kaartjes zagen jullie hier ook weer. Nou, ik zie heel wat vertraging, maar bingo kaartjes zitten er ook weer bij in. Die kunnen natuurlijk ook niet ontbreken. Nou, de tekst put your heart into it. Schaartje erbij, want ja, een hobbyist zonder schaar is natuurlijk ook helemaal niks. Nou, een schrijfveer erbij, want schrijven doe ik momenteel ook heel veel. Gewoon, ja, alles opschrijven wat in mijn hoofd zit, want als je het opschrijft, is het uit je hoofd en dat werkt gewoon zoveel beter. Nou, een hele mooie klok erbij. Of meerdere klokken. Nou, wat filmstripjes. Die heb ik ook wel ergens opgebruikt, dus die zal ik zometeen ook nog laten zien, die voorbeelden. En bijvoorbeeld een hele leuke tekst van Because when you stop and look around, this life is pretty amazing. En dat klopt ook gewoon om je heen kijken, genieten van de kleine dingen. En dan zie je zoveel meer. Nou, wij gaan naar het volgende. En daar ben ik ook mega blij mee, want degene die mijn creaties kennen, die weten dat ik heel veel met rice papers werk als ik in mijn art journal werk. Nou, het is Studio Light gelukt om rice papers uit te gaan brengen. En bij deze collectie zitten dus 6 verschillende rice papers. Voor degene die nog niet weten hoe dat werkt, hier ga ik ook binnenkort weer live mee. Ik ga komende tijd regelmatig live uitzendingen doen met deze lijn. Dus je kunt het allemaal volgen. Nou, een vogelkooitje erbij. Uncage your mind and set your soul free.
Nou, deze trap is voor mij ook heel belangrijk. Dit is ook weer een nieuw pad naar mijn toekomst. Een klok erbij, omdat tijd belangrijk is voor mij. En start where you are, use what you have and do what you can. Nou, dat is voor mij ook heel belangrijk. Want ik moet het gewoon met de hulpmiddelen doen. Ik moet het met hulp van anderen doen. Ik moet het doen met wat ik heb. En ik doe nu gewoon wat ik kan. En ik moet niet langer zeuren over wat ik niet kan. Ik moet nu gaan kijken naar wat ik wel kan. En dat is jullie inspireren en creatief zijn. En daarin ga ik nu dus mijn nieuwe pad volgen. En de tijd zal alles leren hoe het allemaal gaat lopen. Dan heb ik een hele mooie Write Your Troubles in Sand, Carve Your Blessings in Stone. Nou, je moet dus eigenlijk alles op gaan schrijven, al je problemen. Het lost ook echt op en je zegeningen in stenen gaan graveren, dan blijft het ook als herinnering. Dus bewaar je goede momenten en problemen van je af. Dat geeft je gewoon een opgeruimdere mind. Nou, muziekpapier vind ik ook gewoon superleuk als achtergrondje. Muziek is voor mij belangrijk nogmaals en dat hoort erbij. En de klokken, ja, dat kan natuurlijk ook niet achterblijven. Of je op rijstpeper kunt stempelen, ja, zeker. Ik zal wat voorbeelden laten zien met het rijstpeper. En ik heb daarvoor gewerkt in mijn grote A4 journal van Art by Marleen. En ik moet ze even opzoeken. Hierin zitten ook nog wel wat halve pagina's die nog niet af zijn. Hier heb ik bijvoorbeeld ook wel mijn tekstquotes al gebruikt. Dit is een pagina uit een of andere live uitzending. Hier heb ik ook de teksten wel gebruikt. Heb ik de losse stickertjes uit het tekstboek gedaan. Stickerboekje. Nou, dit is dus de grote pagina met de trap. En ik heb daar dus ook weer op gestempeld met mijn stempels. Je ziet hier bijvoorbeeld een hele mooie swirlstempel die ik straks nog laat zien. Ik heb er met structuurpasta op gedaan. Ik heb er met een mask stencil op gedaan. Er zit nog weer die cuts op. Dit is dus uit het die cut boekje. En deze zijn ook uit het die cut boekje. Nou, de stickertjes weer. Nou, zulke pagina's zal ik ook zeker nog live laten zien. Dit is de pagina met Write Your Troubles in Sand, Carve Your Blessings in Stone. Nou, wat ik bijvoorbeeld ook nog heb gedaan is de dingetjes een beetje geaccentueerd met bijvoorbeeld weer een witte pen. Hier zit ook een mask stencil op. Ja, het is jammer dat ik jullie niet kan laten zien wat de structuur is op de pagina's. Nu vroeg Tom ook, kan je stempelen? Nou, hier heb ik bijvoorbeeld ook wel weer een stempeltje op zitten. Daar zit zo'n stiksteekrandje op. Er zit een inksplatter op. Die heb ik weer onder de pen gedaan. Dus dat is wat je daarmee kunt. Die leg ik ook even aan de kanten. Want ik heb nog wel meer gedaan met rijstpeper. Want ik heb bijvoorbeeld ook het hele kleine mini-journal van Art by Marleen. Die is ook heel erg tof voor als je wel wilt knutselen, maar je hebt dus weinig tijd. Of je hebt nog een klein stukje rijstpeper over en je weet niet wat je ermee kunt. Nou, dan is deze gewoon ideaal. Hier heb ik ook weer een mask stencil op gebruikt. En de tekststickertjes op gebruikt. En dit is ook met een mask stencil. Die zal ik zo laten zien. En dit is nog weer een nieuwe pagina. Ook hierbij de steentjes. Ook weer een klein stukje mask of rijstpeper. Een die-cutje erbij op. En zo kun je dus in korte tijd kun je ook hele leuke kleine creaties maken. Meer heb ik hier nog niet in gedaan. Maar dat gaat ook nog komen. Nou, ik zal de volgende serie laten zien. Dat zijn namelijk de stempels. Een collectie zal
uiteraard niet compleet zijn zonder stempels. Want bij Art Journal en bij kaarten maken hebben we ook gewoon stempels nodig. Nou, ik ben zelf altijd helemaal weg van die hele fijne swirls. Ik vind dat ook leuk om bijvoorbeeld op een scrapkaart om dan net weer even een paar swirls langs de zijkant te gaan stempelen. Gewoon om je papier dan weer een eigen touch te gaan geven. Of bijvoorbeeld een klein beetje script op de achtergrond gaan stempelen. Deze hoef je niet in zijn geheel te gebruiken. Je kan ook kleine stukjes gaan gebruiken. Alfabetje, want we willen natuurlijk ook onze eigen teksten gaan maken. Onze eigen quotes. Dus een tekststempel kan niet ontbreken. Het zijn gewoon allemaal losse stempeltjes. En een hele mooie nog met wat decoratie-elementjes. Bijvoorbeeld een hele mooie met de muzieknootjes. Ja, het komt allemaal gewoon weer terug. Het moest gewoon allemaal kloppen bij elkaar. Nou, een hele leuke met steentjes, stipjes. Nog wat splatters. Nou, deze komt ook weer op een mask stencil terug. Dus die wilde ik ook op de stempel terug laten komen. En hele leuke stiksteekrandjes. Nou, stiksteekjes zijn natuurlijk altijd leuk. En vroeger heb ik ook heel veel geborduurd. Dus ik vind het gewoon leuk om dat ook weer terug te komen. Rijstpeper met trap, is die weer binnen? Nou, al deze producten die komen nog, Lucia. Die zullen vanaf morgen bij de groothandels binnenkomen. En dan ook naar de winkels gaan. Dus het komt allemaal. Ondertussen even een slokje drinken. Wat zit er nog meer in de collectie? Nou, ik zal jullie heel eerlijk zeggen. Bij het allereerste gesprek had ik zoiets, zei ik tegen Sander. Nou, weet je, we maken een Mindful Art collectie. Maar laten we maar klein gaan beginnen. Want ja, je weet maar nooit en het is de eerste keer. Nou, we wilden heel erg klein gaan beginnen, maar jullie zien wel, het is echt een mega collectie geworden. We waren gewoon niet meer te stoppen, helaas. Dus sorry voor jullie portemonnee. Ik hoop dat jullie je kunnen beheersen. Maar het is gewoon iets groter geworden dan verwacht. Nou, 3 mask stencils. 2 zijn er op A6 formaat. En het leuke bij die mask stencil, er zit dus ook een ringetje bij. Je kan ze allemaal gaan bewaren aan zo'n ringetje. Let met dit mask stencil even goed op. Bij deze, die is heel fijntjes. Er zitten hele fijne verbindingslijntjes tussen. Dus ga hier niet heel hard met iets overheen. Want dan heb je natuurlijk kans dat deze elementen kapot gaan. Dus in combinatie met pasta en alles is het wel heel erg leuk. Maar ga er met je blending tool niet te hard overheen. Deze is ook heel erg leuk. Die had ik dus ook in mijn kleine journal. En die kan je dus gewoon af gaan dekken. Dus ik plak dan altijd wat tape op de zijkanten. Zodat ik alleen dit gedeelte maar ga pakken. En dan kan je daar heel erg leuk alleen zo'n kleine swirl mee gaan stempelen. Of stempelen met pasta gaan doen. En dat heb ik bijvoorbeeld ook met deze pijltjes gedaan. Dus ik dek het dan eventjes af met iets. En dan ga ik daarmee aan de slag. Nou, dat leggen we ook even aan de kanten. Nou, ik ben wel heel blij met jullie reacties. Het doet me echt heel erg goed dat de lijn bij jullie ook zo goed ontvangen wordt. Het is gewoon echt spannend allemaal. En ja, ik ben gewoon heel erg blij hiermee. Nou, een paar stansjes erbij. Want we willen de lijn wel compleet maken voor iedereen. Dus ook voor de kaartenmaaksters. En je hoeft ze dus totaal niet mindful te gebruiken. Je kan ook echt de gewone doodnormale verjaardagskaarten ermee maken. Deze lijn is gewoon allround inzetbaar. Ik had hiermee alles uit willen stansen en voorbeelden laten zien. Maar dat is me niet gelukt. Dat gaat gewoon de komende tijd nog gebeuren. Want ik wil deze sleuteltjes bijvoorbeeld nog in brons gaan verwerken.
En dan echt met frontage erop, met de distress paste erop. Komt allemaal nog. Gelukkig is de lijn nog heel lang te verkrijgen. Dus de komende tijd ga ik jullie gewoon heel veel daarmee inspireren. Nou, de losse lettertjes vond ik ook wel heel erg leuk als stansmalletje. Ook die gaat de komende tijd nog veel gezien worden door jullie. En ik heb een hele leuke memory deck stans. Nou, ik was begin dit jaar heel enthousiast begonnen met een thankful spinner. Maar ja, er kwam echt van alles tussen. Gezondheid liet me in de steek. Winkeldruk, waar ik onder de streep gewoon veel nog mee moest doen. En dat gaat gewoon ten koste van andere dingen. Want ik heb maar een paar uurtjes per dag wat ik kan besteden. En die thankful spinner is dus gewoon een beetje op zijn gat komen te liggen. Maar ik ga er nu wel weer mee verder. En ik ga zeker vaker weer spinnenkaartjes maken. Nou, ik heb ervoor gekozen om er een te gaan maken met een flapje. Dus dit is een mapje eigenlijk. Hij zit gewoon los aan de spinnen. Je kan hem net als de gewone Memory Dex kaartjes eraf halen. Hij heeft hetzelfde formaat. Alleen deze heeft dus een heel leuk flapje. En wat kun je daar nou mee doen? Je kunt hier je eigen, wat mijn bedoeling is, ik wil een thankful spinner, dus een dankbaarheidsspinner. Elke dag zijn er eigenlijk wel dingen waar je dankbaar voor bent en dat wil ik gaan bewaren, die momenten. Maar nu staat deze spinner in mijn kamer. En soms zijn er gewoon kleine dingen waar ik zelf zo blij van word. Dat mensen een keer iets tegen mij zeggen. Of dat je bijvoorbeeld iemand op straat tegenkomt die in één keer gewoon spontaan leuke dingen tegen je zegt of zo. Het kunnen echt de gekste dingen zijn en niet iedereen hoeft dat altijd te weten. Dus toen dacht ik van, weet je wat, ik maak gewoon een envelopje. En dan kan ik binnenin kan ik mijn tekst gaan doen. Dus dan heb ik het wel opgeschreven. Eind van het jaar kan ik de mooie herinneringen nog laten. Dan weet ik het nog, zeg maar. Zoals nu, als ik iets heel erg moois meemaak. Eind van het jaar weet ik het gewoon echt niet meer. En ik wil meer mooie herinneringen blijven bewaren. En daarom heb ik deze dus gemaakt. Kijk, ik heb er nog wel meerdere. Kijk, zitten ook bijvoorbeeld kleine pockets achterop. Dus dat zijn allemaal van die kleine dingen. Ik heb er wel een paar waar ik een tekst op heb geschreven. Ik weet niet of ik het zo kan vinden voor jullie. Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld wel één waar ik wel achterop wat heb geschreven. Dus dat zijn echt die kleine dingen. Dus dat is mijn spinner. Ik heb nog een paar voorbeelden die ik nog even aan jullie wil laten zien. Oh, ik vergeet bijna het mooiste ding. Ik heb bijvoorbeeld nog één pagina weer waar ik nog mee bezig ben. Ik maak ook niet altijd alles in één keer af. Maar af en toe dan loop ik gewoon vast met mijn inspiratie. Weet ik het niet. En dan laat ik hem even liggen en begin ik gewoon aan een nieuw projectje. Dus dat doe ik ook wel heel vaak. Want het kan best zijn dat ik morgen of overmorgen in één keer inspiratie voor deze heb. En dan maak ik hem gewoon af. Ik moet even kijken of ik mijn blanco nog kan vinden. Nou, dit is eventjes het prototype. Deze is dus niet helemaal het origineel, maar er is dus een super gaaf art journal. Ik werk natuurlijk heel veel in een art journal. En dan mocht in deze lijn natuurlijk geen journal ontbreken. De journals die nu zijn gekomen, die hebben een zwart elastiek. Maar ik ben zo stom geweest om die niet te pakken. Dus ik laat hem nu even met een blauw elastiekje zien. Dit journal heeft dus een cover van Kraft. Een Kraft van Kraft. Deze is gesloten met een glitterbandje. In het origineel zit ook een zwart glitterbandje.
En daarin zit, ik meen uit mijn hoofd, 30 vel op het formaat van 15 bij 15. Ik vond het heel erg leuk om hem in kraft. Hè? Ik kom er nog mee aan het stotteren. Om in kraft te doen, zodat je hem helemaal naar je eigen idee kunt gaan pimpen. En dat heb ik dus ook gedaan. En dit is mijn resultaat geworden. Ik heb hem met rijstpeper bewerkt. Ik heb met cadenspasta en verf gewerkt. Ik heb de tekststickertjes opgedaan. En dit is dus mijn journal geworden uiteindelijk. Ik ben er zelf helemaal blij mee. Hij past gewoon echt perfect binnen mijn eigen lijn. En zou je nu bijvoorbeeld deze ook dolgraag op dezelfde manier willen maken? Je kunt deze op zaterdag 19 oktober in onze winkel als workshop gaan volgen. Dan gaat Alice Huisman uit het team van Studio Lighty is ze dan. En die gaat jullie stap voor stap uitleggen hoe je dit journal kunt gaan maken. Je krijgt dan ook het journal uiteraard bij de workshop bij. Nou, ik heb een paar pagina's klaar. Dit is de eentje met de trap weer. Dan kun je zien dat je ook een klein gedeelte van de rice papers kunt gaan pakken. Ik heb daar ook weer de stenen muur bij en ik heb er een beetje mos op gedaan. Nou, ik heb ook mos op de trap gedaan voor een beetje een... er zit wat rommel op de weg, zeg maar. En dat past bij mij ook op de trappen. Er komen af en toe kom ik rommel tegen en dat moet je opruimen. En een beetje verouderd sommige dingen. En ja, dat wil ik dan weer een beetje verwoorden. Nou, deze ben ik ook nog mee bezig. Is ook zo'n project van, ben ik aangestart. Toen was mijn tijd op en toen was ook mijn inspiratie op. Dus ja, zulke pagina's komen ook gewoon later weer af. En ik heb er nog eentje waar je bijvoorbeeld ook met de die cuts in je journal kunt gaan werken. Ook hierbij de tekststickertjes weer. En ik heb hier het stansje van die lange ticket bij opgedaan. Het mos, de levertijd bij de groothandel was 6 tot 8 weken. Dus wanneer het weer komt, weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Nou, dit voorbeeld heb ik nog. En ik heb er nog eentje meer. Ga je namelijk naar de Paper Passion beurs. Die is 18, 19 en 20 oktober in Tilburg. Dan kan je bij de stand van Studio Light, of in ieder geval de workshoptafel van Studio Light, kan je een project gaan maken. En ze hebben mij gevraagd om het project uit te gaan werken. Ze wilden het als een designerproject gaan doen. En ik heb dus dit project uitgewerkt. Het is een lang boekje. En deze past eventueel in de ECD-planners als je daar zelf weer wat tapjes aan gaat doen. Het hoeft niet, je kan het ook als gewone kaart gaan doen. Nou, het is gewoon gemaakt uit een velletje A4 waterart. En ik heb met watercolors van Art by Marlene heb ik de achtergrond gemaakt. En daarop heb ik dus rice papers gedaan. Ik heb daar weer... de stempels op verwerkt. Ik heb de mask stencils erop verwerkt. En de binnenkant bewerkt. Ook weer met de die cuts. Een tekstje erbij op. Ook hier nog weer wat. En dit is dus het project wat je dus op de Paper Passion kan gaan maken. Volgens mij is het ook gewoon een gratis workshop. Dus kijk daar eventjes mocht je daar interesse in hebben. Nou, dat was eigenlijk bijna alles wat ik wilde vertellen over mijn lijn. Of in ieder geval wat ik kan laten zien, want meer heb ik niet. En ik ga jullie heel eerlijk vertellen dat ik dus geen tijd heb om vanavond te knutselen. Maar het knutselen, dat houden jullie allemaal van mij te goed. Dat ga ik de komende tijd echt met jullie goed maken. En ik ga veel vaker in één keer spontaan live. Wat ik nog wel wilde vertellen. Ik heb voor deze lijn heb ik dus ook een nieuwe groep aangemaakt.
de Janine's Mindful Art Inspiration Group. En ik heb een pagina aangemaakt. En ik heb het nog niet kunnen doen. Het komt in de komende tijd, komende dagen. Ik weet nog niet precies wanneer. Hou het in de gaten. Maar dan komt er een hele gave giveaway op beide pagina's. Dus op de pagina en in de groep. En wat ga ik doen? Ik ga namelijk de complete lijn ga ik dan verloten. Dus ik ga hem niet vanavond verloten. Ik moet even kijken wanneer ik er aan toe kom. Want wij zijn nu natuurlijk zo druk bezig met de lancering van deze lijn. Voor aanstaande zaterdag. En al mijn energie en tijd gaat daar eigenlijk aan op. Ik had veel meer willen doen. Maar dat is precies hoe mijn leven nu is. Ik kan niet meer en ik moet alles stap voor stap gaan doen. Dus het komt echt binnenkort. Maar dan maken jullie echt kans op de complete lijn. En wat ik ook nog ga doen, is ook nog een aantal mensen zoeken. Die dus met mijn lijn een soort gastdesigner willen zijn. En eventueel in de toekomst misschien vaste designer. Want ik kan natuurlijk geen workshops geven. En geen demo's geven in andere winkels. En wie weet, zoeken we daar ook nog iemand voor. Dus mocht jij al denken van, nou weet je, ik ben daar de perfecte persoon voor. Je mag altijd daarvoor gaan mailen. Maar het liefste zoeken wij iemand die dus ook demo's kan gaan geven. Dus we zijn gewoon echt, dit staat allemaal in de kinderschoenen. Voor mij is dit nu de coming out, zeg maar. Mijn nieuwe kindje is geboren. Ik ga deze nu weer helemaal van kleins af aan opvoeden. En baby's groeien niet in één keer. Dit moet ook allemaal stap voor stap. En het komt allemaal. Degenen die mij willen volgen, die moeten daar gewoon rekening mee houden. En wellicht doen jullie dat allemaal wel. Ik denk dat ik er zelf meer problemen mee heb dan jullie allemaal. En dat moet ik gewoon allemaal nog een plekje geven. Maar dat komt allemaal. Dat is gewoon voor mij ook de mindful art. Rustig bezig zijn. Dingen stap voor stap doen. En voornamelijk genieten van wat je doet. En dat doe ik nu dus helemaal. En waar ik het meest van geniet is al jullie fijne reacties. En de reacties vanavond ook weer, ja. Daar maakt mijn hart een sprongetje voor. En dan weet ik waar ik weer voor door moet vechten. Ik heb echt nog een hele lange weg te gaan. En hoe ver ik nog ga komen, geen flauw idee. Voor mij is en blijft revalidatie op nummer 1 staan. Maar dit is daarnaast gewoon echt voor mij zo'n gaaf lichtpuntje. En ja, een nieuwe weg, een nieuwe toekomst. De nieuwe Janine is nu geboren. En we gaan heel gezellig van start. En ik hou jullie allemaal op de hoogte. Jullie kunnen vanaf nu meegenieten van mijn stapjes vooruit. Ook mijn stapjes achteruit. Die komen er ook nog wel weer. En ook van mijn nieuwe lijn. En de super gave samenwerking met Studio Light. En jullie zien alles komende tijd. Komt tijd, komt raad. En ik heb er helemaal zin in. En ik ga er echt positief in. En we gaan er echt iets leuks van maken met z'n allen. Voor nu wil ik jullie allemaal nog een hele fijne avond wensen. En ik ga straks lekker plat en genieten van al jullie leuke reacties. En ik ben ook super blij dat ik dit heb mogen doen. En ja, ik ben er gewoon een beetje onder de indruk van. Maar dat hebben jullie allang wel gemerkt. Nou, het was echt een andere uitzending dan gepland. In mijn hoofd had ik zoveel anders bedacht van dit ga ik zeggen, dat ga ik zeggen. Het is niet gebeurd. Het is zo ook goed. En niet perfect is ook goed genoeg. En dat is ook iets wat ik iedereen mee wil geven. Knutsel naar eigen kunnen, naar eigen mogelijkheden. En geniet van alles wat je doet. Voor nu een fijne avond en tot de volgende keer. Doei doei!